Wat de gemeenschap momenteel bezighoudt, is de wisselkoers. Deze fluctueert, is niet stabiel en dat baart de gemeenschap zorgen. Reden voor ons dus om een interview te hebben met de governor van de Centrale Bank, de heer Glenn Gersie. Met hem praten wij over de monetaire reserves die ertoe moeten leiden dat na verloop van tijd ook deze wisselkoers stabiel wordt. Er wordt over verschillende zaken tegelijkertijd gesproken, maar vooral wordt er gekeken naar de monetaire situatie van Suriname. Hoe staat het daarmee? Hoe is het met onze monetaire financiële economie? Dat is een bijzonder goede vraag. Dus eigenlijk, ik weet dat u een hele poos achter ons gezeten heeft, net zoals andere nieuwsmedia ook. Je komt er niet altijd aan toe om met de pers te praten. Maar ik ben blij met deze gelegenheid en ik heb uiteindelijk nog op uw aandringen ingestemd om met u te praten. Ik denk dat we goed op weg zijn met onze monetaire reserves. Het wederopbouwen daarvan. Het is nog niet zoals het voorheen is geweest. Maar het beleid van de bank is erop gericht om systematisch zorgen dat onze monetaire reserve weer wordt opgebouwd. Hè? En dat moet dan een waarborg zijn gaan vormen voor onze gemeenschap. Dat wij een kredietwaardig land worden weer. En dat de buitenwereld goed naar ons kijkt. De monetaire reserves staan op dit moment op een niveau van 359 miljoen. Je moet nagaan dat toen wij het aanpassingsprogramma aanvingen, toen we met het IMF tekenden, dat wij stonden in mei op een stand van 212 miljoen. Dus nu met 359 miljoen mogen we toch wel zeggen dat we een flinke stap voorwaarts hebben gemaakt. Weliswaar is het zo dat wij van het IMF toevertrouwd hebben gekregen een bedrag van 81 miljoen voor onze reserves. Het restant, dat hebben we deels op eigen kracht kunnen opbouwen. En een ander deel is gekomen van natuurlijk ook de leningen die we hebben gehad van de instituten zoals de Wereldbank, de Caribbean Development Bank en de IDB. Waar men onvoldoende bij stilstaat is dat de centrale bank maandelijks een aantal betalingen pleegt, verplichtingen heeft die ze moet nakomen, of verplichtingen die ze namens de staat wil nakomen. Hè. Suriname heeft buitenlandse verplichtingen, leningen die gesloten zijn in het buitenland, die moeten ze terugbetalen, want als je ze niet terugbetaalt, dan krijg je vraagtekens van de internationale gemeenschap en dan is men geneigd om een deur voor jou te sluiten. En dat is dus niet weinig. Je moet nagaan dat we in de periode, laten we zeggen januari tot en met augustus, een bedrag van, even spieken hier hoor, een bedrag van zeker 122 miljoen aan buitenlandse leningen hebben afgelost. Daarnaast is het zo dat de centrale bank, en dat komt dus na goed overleg ook met de overheid, toch wel een aantal voorzieningen voor deze gemeenschap veilig wil stellen. Toch? Als het gaat om de brandstofimporten, dan zorgen wij ervoor dat de betalingen plaatsvinden, zodat iedereen zijn auto kan rijden. Als het gaat om medicamenten, dan maken we er geen grappen mee. Als het gaat om basisbehoeften, elementaire basisbehoeften, dan zorgen wij ervoor dat die betalingen gepleegd worden. En last but not least, voor moeder de vrouw zeker, kookgas. Begrijpt u, als er niet gekookt kan worden in Suriname, dan begrijpt u dat mensen heel erg ongelukkig zal voelen. En dat zijn geen kleine bedragen hoor. In de periode januari tot en met augustus hebben we daar zeker 112 miljoen minstens aan besteed. En ondanks dit hebben we toch nog een reserve van 359 miljoen, zoals ik zei. Als u zou vergelijken, want dat doet men wel eens, hè, en dat is niet altijd correct, denk ik zo. Men grijpt wel eens naar een cijfer in het verleden en zegt, zie je, de monetaire reserves zijn gedaald. Soms gaat men een jaar terug, soms gaat men zelfs 2 jaar terug en zo verder. Maar iedereen weet dat we bij het begin van het aanpassingsprogramma
toen wij onder meer tekenden met het IMF, dat we een dieptepunt hadden bereikt. Toen stonden we op 212 miljoen. Vorige maand stonden we op een niveau van 378 miljoen, maar juist vanwege de betalingen die wij steeds plegen, is hij gedropt naar wat hij is op dit moment. Aan de andere kant moet ik zeggen dat hij nog forser zou zijn gedropt als we de inkomsten niet zouden hebben gehad. Toch? En de inkomsten van waar? Zo, dus dat is mooi. Ik gaf u al aan, een deel hebben we gehad uit de leningen. Maar wij zijn ook begonnen om langzaam maar zeker, beetje bij beetje, een beetje de devisereserves op te krikken. Dat doen wij door goud aankopen. Nog op een beperkte schaal. Eigenlijk willen wij onze goudexporteurs oproepen om een grotere bijdrage te leveren, zodat we heel veel eerder uit de problemen komen waarin we nu zitten. Dus goud aankopen is één. We hebben af en toe ook gekocht op de valutamarkt, maar dan heel beperkt, omdat wij niet willen dat die valutamarkt verder in de war raakt. Dus het gaat niet echt bijzonder snel, want u begrijpt, wanneer je zit in zo'n squeeze en de hele samenleving voelt dat, dan wil iedereen zo snel mogelijk eruit. En wij willen dat natuurlijk ook. Wij zetten ons ook daarvoor in. Maar het is een feit dat onze exportproductie gedropt is. Dat de prijzen op de internationale markt gevallen zijn. En dat er nog geen opleving is wat dat betreft. En desondanks zeggen wij, elke dag hier bij de centrale markt moeten we kijken hoe wij onze monetaire reserves kunnen opbouwen verder. En elke dag kijken wij ook hoe het monetair beleid moet worden gevoerd in de komende periode, zodat de liquiditeitenmassa niet te snel groeit en er ook niet te veel druk op de reserves uitgaan. Want mensen hebben nu eigenlijk het idee alsof wij overspoeld worden met leningen van banken. Want u heeft net genoemd, we hebben IMF heeft gestort, Wereldbank heeft gestort. Wie nog meer? Is Caribbean Development Bank, zei ik ook. Ja. En ja. Is ook de Europese investeringsbank hier, die is ook geïnteresseerd. Ja. Is het dat men, want deze leningen moeten terugbetalen? Natuurlijk. Hoe en wanneer? Ja, dus allemaal hebben verschillende looptijden, maar u haalt ook een belangrijk aspect aan. Hè? Ik gaf al aan dat de opbouw van onze monetaire reserve, het nakomen van onze schulden, dat is heel erg belangrijk. Het nakomen van de verplichtingen aan buitenlandse instellingen, overheden, heel erg belangrijk is, omdat dat aangeeft dat Suriname willing is om zijn verplichtingen na te komen, 1 en 2. De rest van de wereld die kijkt naar ons en zegt, het is toch wel een kredietwaardig land, omdat ze wel lenen, maar terugbetalen. Nu is het zo dat je in een crisissituatie zit en dat om eruit te komen, je financiering nodig hebt. Financiering deels voor de overheid, omdat de overheidsinkomsten heel erg gedropt zijn, maar ook financiering voor ons bedrijfsleven, zodat ze hun productie kunnen, het bedrijfsleven de productie kan gaan opvoeren. En zodat we kunnen voorkomen dat er een veel ergere terugval is. Want er is terugval in productie. Dat moeten we niet onderkennen. Wat er moet gebeuren is dat wij de zaak de draad weer oppakken. En zorgen dus dat het klimaat verbeterd wordt. Maar dan werd er ook nog een tweede tranche van IMF verwacht. Nog in de loop van dit jaar. En verder, als we luisteren naar vele kritiekpunten, zegt men dat geld dat IMF heeft gestort bij de centrale bank toch niet gebruikt is waarvoor? Nee, het is niet gebruikt. Ik wil daar niet aankomen. Kijk, het zou kunnen voorkomen, maar dat is dus nu niet voor, laat maar dat duidelijk zeggen. Het zou kunnen voorkomen dat je vanwege de ongelijkheid tussen de instroom van deviezen en de uitgaven die je noodzakelijkerwijs moet plegen, toch? Je moet je schuldverplichtingen nakomen. Dat is trouwens een eis van het IMF ook. Maar ook al zou het geen eis zijn, dan zou je uit eigen beweging toch ook proberen om dat te doen. Omdat je de deur voor jezelf niet wil sluiten, toch? Internationaal. Als je je schuldverplichtingen niet nakomt, wil niemand je meer lenen. Maar als je ze wel nakomt, dan zegt men, oké, kijk, ze hebben het moeilijk daar, maar één ding is zeker, ze betalen hun verplichtingen wel.
Dus het zou kunnen voorkomen een keer dat je er even in moet gaan, in die gelden moet gaan van het IMF. Zover zijn we nog lang niet. Maar dan moet je zorgen dat je het dan weer terugzet. Weet u? Dus onze focus is echt op wederopbouw en een geruststelling geven aan die samenleving. Zeg, kijk, we hadden eens een comfortabele reserve. Dat is op een bepaald moment anders geworden. Nu bouwen we weer op en we willen garanties bieden aan de gemeenschap dat wanneer we eenmaal weer hebben opgebouwd, dat hij niet meer terugvalt zoals hij was teruggevallen. Daar gaat het om. En dan is er een verschil tussen de Nationale Monetaire Reserve en de Devise Reserve? Ja, nou, niet echt. Dus kijk, wanneer we praten over de Monetaire Reserve, praten we over de Devise en goud samen. Oh. Toch? Dus, maar goud kun je vrij snel omzetten in de Devise. En ik moet zeggen, dat hebben we ook recentelijk weer gedaan. Dus dat wordt nu weer ook aangezet. Ja, kijk, je kunt hem hebben in goud. Toch maar dan loop je een risico, want als de goudprijs swingt en naar beneden gaat, dan krijg je minder deviezen voor. Nu zit je in een situatie waarbij we eigenlijk, als je zou kijken naar de compositie van onze monetaire reserves, onze internationale reserves, dat je zou moeten kiezen voor zoveel als mogelijk liquiditeit, contante middelen hebben, zodat je kan inspelen op vraagstukken die er zijn. Weet u, dus vanwege die overwegingen zeggen we, wij kopen goud op, deels laten we dat goud staan, maar voor een ander gedeelte verkopen we hem en krijgen we daar de visa voor, zodat we onze internationale verplichtingen kunnen nakomen. Maar u heeft het over internationale verplichtingen, maar hoe staat het met de lokale? Worden de salarissen ook vanuit de centrale bank gedaald? En wordt ook geld gestopt in de consumptieve sfeer? Ja, u stelt de vraag op het gebied van staatsuitgaven. Kijk, een deel van de middelen die geleend zijn, is gebruikt om staatsuitgaven te financieren. Toch? Niet per se overheidssalarissen, maar staatsuitgaven. Toch? De staat moet ook materiële uitgaven enzovoort. Maar weet u, ik wil deze vraag van u gebruiken om even op iets anders te wijzen ook. Of iets anders toe te lichten. Want anders gaat men misschien een beetje vreemd naar ons opkijken. Wij willen natuurlijk onze schuldverplichtingen aan het buitenland nakomen. Wat van belang is, is dat ook de schuldverplichtingen in het binnenland worden nagekomen. En daar werkt de overheid wel aan. Dus ik wil dat echt benadrukken. Omdat men misschien dat zou kunnen krijgen. Zeg, kijk, deze man die een beetje weet van hoe het reelt en zeilt bij de centrale bank en hoe het reelt en zeilt bij staatsfinanciën, wil alleen maar praten over betalen van schulden aan het buitenland, maar niet over de schulden aan personen die hier in Suriname leven. En dat is dus natuurlijk niet waar. Wanneer ik over monetaire reserves praat, praat ik inderdaad over het buitenland, maar ik weet wel zeker dat de overheid alle moeite doet om ook binnenlandse verplichtingen na te komen. De middelen zijn haast vaak ontoereikend, waardoor je wat achterstanden krijgt. Maar de intentie om dat goed na te komen, dus de schuldverplichtingen aan burgers, bedrijven, noem maar op, die is er. En op dit moment wordt echt in samenwerking met de banken gewerkt aan een formule om zoveel als mogelijk van die schuld aan binnenlandse bedrijven weg te werken. Nou, want sommige mensen hebben stapels aan ressources, ja, die niet uitbetaald worden. Ja, er wordt aan gewerkt en er wordt ook gewerkt aan systemen om de ressources om te zetten in waardepapieren die verhandelbaar zijn op de binnenlandse markt. En dan heeft u recent hier op bezoek gehad de mensen, de bankiersvereniging, de cambiohouders. Heel veel mensen uit de financiële wereld om te praten over de koers. Ja. Er is een platform opgericht. Ja. Werkt het al? We hebben onze eerste vergadering gehad en er zijn aardig wat aandachtspunten op tafel gelegd. Kijkt u. U bent goed voorbereid gekomen, zie ik. Het platform is van belang omdat de omstandigheden op de valutamarkt niet beïnvloedbaar zijn door de centrale bank alleen.
De centrale bank probeert door haar beleid het gedrag van de gemeenschap te beïnvloeden. Misschien zelfs ook het gedrag van de staat. Maar als de gemeenschap consequent een ander gedrag gaat vertonen, zoals we hebben gehad in de afgelopen periode, waarbij er echt gejaagd werd op deviezen, on a daily basis, van moment tot moment. En helaas is dat gevoed geworden door speculatie, door een drang, kapitaalvlucht, vanwege onzekerheid of onduidelijkheid, misschien te weinig communicatie, ook vanuit de centrale bank. Vertrouwen, precies, maar ook dat is beïnvloedbaar, hè? Want wanneer je communiceert met de gemeenschap en informatie verschaft over wat je doet en hoe je de ontwikkelingen in de nabije toekomst ziet, dan verdwijnt een deel van de ongerustheid. Dus misschien hadden we daar inderdaad wat meer aan moeten doen. We nemen ons voor als centrale bank om veel vaker met de pers, en niet met u alleen, maar ook met andere media. Ja, nou, met andere media, laten we het maar zo zeggen, te praten om te informeren hoe het gaat in de gemeenschap. Hè. Kijk, er zijn een aantal gedragingen die we moeten proberen na te laten. En uw aanwezigheid hier biedt mij de gelegenheid om dat ook te zeggen. Er is een moment geweest in de afgelopen weken waarbij met name winkeliers aan het eind van de dag de totale omzet wilden pakken en naar de valutamarkt gingen om om te wisselen. En dat verhoogde druk op de wisselkoers. Het is nodeloos. Waarom men dat doet, weet u, het kan zijn dat dat is onzekerheid. Het kan ook zijn dat men wil speculeren, maar dat is geen goed gedrag. Dat heeft een hele slechte invloed op de rest van de economie. Het beïnvloedt het prijsspel nadelig, prijzen stijgen in de winkels en mensen worden ongerust. Een andere eigenschap die wij moeten nalaten is het afdwingen van betalingen in vreemde valuta, zoals huurwoningen. Het is heel jammer dat dat gebeurt en dat een relatief kleine groep van personen die welvarender is geweest, een beetje meer fortuinlijk zijn geweest in het leven en dus woningen hebben kunnen aanschaffen, dat zij dus nu andere landgenoten dwingen om naar een valutamarkt te gaan om de huurpenningen te voldoen. Terwijl we hier onze eigen munt hebben om te kunnen betalen, toch? Om betalingen te kunnen plegen. Je hebt ook autoverkopen. Ja, er zijn ook personen die auto's verkopen, of bedrijven die auto's verkopen in vreemde valuta. En vragen dus dat men die betalingen zo pleegt. Dus het is jammer als men dat soort zaken doet, omdat je een hele samenleving treft. Hè? Wat we ook hebben gezien in een korte periode is dat hele kleine bedragen op de valutamarkt een enorme invloed kunnen hebben op de wisselkoers. En dan praat je misschien over een bedrag van $10,000, $5,000 dat men zoekt. En wisselkantoren die vinden dat er hoge vraag is. Zwarte marktpersonen vinden dat er een hoge vraag is. En banken die willen soms daar ook nog achteraan rennen. Dan heb je een totaal onoverzichtelijke situatie. Wat heel jammer is ook, is dat er een zwarte markt is. En dat die zwarte markt, moet ik eerlijk toegeven, nog gedoogd wordt. Ik zeg nog, omdat het moet veranderen en omdat wij er alles aan zullen doen om dat te veranderen ook. Dus u heeft deze zaken geïdentificeerd. Welke concrete afspraken zijn? Juist, dus in het platform hebben we dit soort zaken geïdentificeerd. En de bedoeling is dus dat ik vanuit de informatie die ik krijg, vanwege het platform, dat wij als centrale bank die maatregelen treffen die wij kunnen treffen, conform onze bevoegdheden, om orde op zaken te stellen. Maar daar waar wij het instrumentarium niet voor hebben en het instrumentarium wellicht op het gebied van de overheid, daar gaan we met de overheid over praten. Zeg, kijk,
Er zijn een aantal zaken waar je aandacht aan moet besteden. Eén daarvan is, is huurwoningen. Dat kan makkelijk worden opgelost. Precies. En de illegale operators, daar moeten we mee stoppen. Wij als Surinamers moeten allemaal eigenlijk samenwerken nu om uit deze economische malaise te komen. Maar het gedrag dat we hebben is een beetje vreemd en ik denk dat de wisselkantoren daar een punt hebben als ze dat zo aanhalen. Ze hebben het ook bij ons aangebracht. Is dat er personen zijn die fortuinlijk genoeg zijn, dit is de tweede keer dat ik het woord gebruik, te kunnen exporteren. Dat land heeft hun de gelegenheid gegeven. Ze werken met middelen van het land. Ze hebben concessies gekregen. Ze hebben vergunningen gekregen. Ze kunnen opereren. Ze kunnen hun business draaien. Die exporteren en krijgen hun dollars. Mogen ze houden volgens de regelingen die er zijn. En dan willen ze gaan naar een zwarte markthandelaar. Niet naar de officiële kantoren. Een zwarte markthandelaar. Omdat ze daar zoveel als mogelijk SRD's kunnen krijgen. Voor hun US dollar of voor hun euro. En dan duperen ze de rest van de gemeenschap. Want als een zwarte markthandelaar die er eigenlijk al niet mag zijn, die dollars dan verder wil verkopen, of de euro's verder wil verkopen, gaat hij tegen een nog hogere koers verkopen. En als anderen er zijn in dat systeem die het dan niet eerlijk vinden, zoals wisselkantoren en banken, zeggen ze, oké, dan doe ik ook mee. Want ik moet tegen deze jongens competen, dus dan moet ik nog hoger. Maar in dat opzicht wees men ook een beschuldigende vinger richting centrale banken. Ja. En ze geven aan, ze gaan nu op uw site en zien dat u elke dag eigenlijk, en elke dag verandert de centrale bank haar koers. Ja. Steeds hoger. Ja. Is het om te concurreren met de zwarte bank? Nee. Wij stellen niet eigenhandig een koers vast. Wat wij doen, wij registreren de handelingen van de wisselkantoren en van de banken. En we stellen vast tegen welke gemiddelde koers zij hun transacties hebben verricht. Kijk, de centrale bank is geen exporteur. We zijn ook geen importeur. En wij hebben niet de bevoegdheid om US dollars te drukken en euro's te drukken. Dat mag niet. Wij kunnen SRD's laten aanmaken wanneer het nodig is. Dus wij zijn afhankelijk van wat de gemeenschap zelf doet. Het is de gemeenschap die deze veranderingen teweeg brengt, helaas. En dat ligt onder andere aan de zaken die ik net heb aangehaald. Natuurlijk hebben we ook het vraagstuk van drastisch gevallen. Exportwaarde, dat is gedropt. En een importpakket dat veel te ruim was, nu moet ik zeggen. Dat importpakket is aardig geslonken hoor. Als je een beschouwing mag maken daarvan. Zodanig zelfs dat onze monetaire reserve, die eens maar 2 maanden import kon kofferen, nu weer 3 maanden import kofferen. Zelfs meer dan 3 maanden, toch? Maar het heeft dus te maken met een beetje toename van de monetaire reserve en een ernstige terugval in de import. Weet u. Maar nogmaals, ik zou niet willen nalaten om die oproep te doen aan de gemeenschap. Zeg, hou je rustig. En laten wij proberen met z'n allen niet te vervallen in een maatschappij die, als je van buitenuit naar die maatschappij kijkt, het karakter krijgt van een asociale maatschappij. Waarbij de ene partij die fortuinig genoeg is om over vrienden van te beschikken, vraagt, verlangt van anyone in Suriname dat hij veel en veel meer betaalt voordat hij die vrienden van wil verkopen. Maar aan de andere kant wel zo goedkoop mogelijk wil inkopen. En dat is een beetje ambivalent. Toch, ik heb wel eens ook te maken met het merkwaardig verschijnsel dat exporteurs, waarvan je zeker weet dat zij zoveel als mogelijk gevraagd hebben voor een US dollar, ook bij je komen klagen. Zeg, ik kan nergens aan importdollars komen tegen een lage koers. Wat doe je? Begrijpt u? Maar het zijn dezelfde personen die naar die markt gaan en de koers opdrijven. Eerst werd er gekeken naar de wisselkantoren, de cambiohouders, zij zei het. Ja. Maar nu zij niet de schuldige, maar ook zij klaag. Ja. Wie dan? Misschien doet iedereen een beetje mee, maar die zwarte markt is echt een doorn in het oog. Hmm. Echt een doorn in het oog. En dat is, ik had het een beetje netjes willen zeggen. Daarom zei ik, als iemand van buitenuit
tegen onze economie, onze samenleving aankijkt, moet je niet de indruk krijgen dat we een sociale samenleving zijn. Maar het zijn echt hosselaars. Mensen die puur vanwege winstbejag bezig zijn. En naar ik verneem gaat het om kleine bedragen. Dus men maakt enorme winsten. Weet u? Op een illegale manier. Dus daar zullen we iets aan moeten doen. En je kunt van de overheid blijven verlangen, wat correct is, hè? En misschien ook van de centrale bank, hoewel wij geen afsporingsapparaat hebben. Maar laten we zeggen overheid en centrale bank. Je kunt van ze verlangen dat je optreedt. Maar als de gemeenschap zelf naar die mannen op zoek gaat, hoe treed je tegen ze op? Want als je nou de ene sluit, gaat de gemeenschap naar een andere die zegt, ik bied je nog meer. Weet u? Dus we hebben een aantal niet zo goede eigenschappen die we moeten wegdoen. En van belang is dus dat we samen, echt iedereen, ervoor gaan om te zeggen, kijk, we gaan dit land trekken uit de situatie waar hij is. We gaan samenwerken. Wij gaan dus niet meer de valutahouders, de mensen dwingen naar een zwarte markt. Ik ga zelf niet meer naar een zwarte markt. Ik ga werken met het officiële systeem. Dan ben je al een grote stap vooruit. Weet u? En ik wil u niet onthouden dat verschijnsel dat wij eigenlijk, ben ik bij die term hier gekomen in die bank, dat we ook nog een slapende koers hebben. Of een slaapkoers. En dat is vanwege de verhouding van de euro ten opzichte van de dollar. Ik geef steeds dit voorbeeld aan personen die naar mij willen luisteren. En ik heb nogal met veel personen gesproken, maar niemand heeft mij kunnen tegenspreken. Dus ik denk nog steeds dat ik gelijk heb. Dus misschien, als u mij tegenspreekt vandaag, kan ik eindelijk zeggen, hè, ik heb ongelijk. Maar er is een situatie die ik zo beschrijf. Om 3:00 in de ochtend hier in Suriname slaapt iedereen, denk ik. De meeste van ons slapen, 99%, misschien 1% is wakker. Dan vindt er dus geen handel plaats, toch? Van de vissen, want we slapen. Ja, in principe. Juist. Maar 3:00 ochtends hier kan zijn 8:00 morgens in Europa. Daar begint die markt te werken. En afhankelijk van wat zich voltrekt in de financiële markten daar, of op politiek niveau, whatever. Als er is een natuurramp of niet, krijg je dat de dollar ten opzichte van de euro verandert, of omgekeerd. En wat gebeurt er nu? Wij slapen door, en om 7:00 morgens, of 8:00, dan kijken we naar onze computerscherm. Niet wij in de centrale bank, parallelmarkthandelaren en anderen. Maar hey, de euro is duurder geworden ten opzichte van de dollar. Dus moet ik mijn euro hier duurder verkopen. Hier heeft er niks plaatsgevonden, we sliepen. In Europa heeft iets plaatsgevonden. En dan gaat die reden in en door. Zeg maar, wacht even. Gisteren heb ik mijn dollar duur gekocht, dus ik kan hem vandaag niet lager verkopen. Dus er gebeuren twee dingen. Allebei de koersen gaan omhoog. Ja. Dus dat soort verschijnselen moeten we eruit zien te halen. En dat soort gedragingen moeten wij onszelf weghalen. Het is niet sociaal. Maar hoe ga je dat? En het is schadelijk. Wij vinden wel een formule daarvoor. Maar de gemeenschap moet ook meewerken. Weet u? Want anders blijven we in deze situatie en treffen we steeds anderen die er niks mee te maken hebben. Werden we recentelijk opgeschreven door een krantenkop dat zei, de nullen komen terug. Wel, laat me u dit vertellen. Als er een geluid is dat ik niet wil horen, dus nullen komen terug. En daar werken wij dag en nacht aan. En nogmaals, wij kunnen net zo hard werken als wij willen. Als de gemeenschap niet met ons meewerkt, dan gaat het echt moeizaam. Weet u, ik geef de schuld niet aan de gemeenschap. Wat ik wel zeg, is dat wij samen de problemen die we hebben, moeten aanpakken. Als de ene tegen de andere gaat werken, dan ga je dit vooruit. Of ga je heel traag vooruit. Dus dat werkt voor ons niet. Begrijp meneer Gersie dat er ook een loop van kritiek was richting u, want ze zeggen de valutaveilingen die zijn mislukt. Ja.
eigenlijk sprak men al van een falend beleid richting u. Ja. Hoe ging u daarmee? Dat is niet prettig toch? Kijk, je probeert je best te doen hier bij de bank. Op de eerste plaats moet ik zeggen dat de valutaveilingen pasten in een traject. We zijn nog lang niet aan het eind van het traject. We zijn bezig om een systeem op te bouwen. Het begin was het liberaliseren van die wisselkoers middels valutaveilingen. En het eindpunt moet zijn de interbankaire markt voor de valutahandel. Dat punt hebben we nog niet bereikt. Maar dat we successief zouden liberaliseren, dat was wel de gedachte. Ik vind dus qua opzet niet dat de valutaveilingen mislukt zijn. Waar men naar kijkt is, zeg, wat is er met de wisselkoers gebeurd? En het gekke is dat men bij dit soort redeneringen dan wil gaan verwijzen naar iets dat niet klopt. Toch? Men zegt bijvoorbeeld, ja, de koers was 3,35 en bij de eerste veilingen is hij geworden 5,16. Dat klopt niet. De koers was al 5,16 of hoger dan 5,16. Dus eigenlijk bij de eerste veiling is hij gedropt. En successievelijk is hij daarna weer gegaan naar het niveau waar hij was. En toen wij de zaak hebben geliberaliseerd, toen is de koers inderdaad in een snel treinvaart gaan depreciëren. Maar dat heeft dus niet te maken met een handeling die de centrale bank gepleegd heeft. Het heeft te maken met handelingen die de gemeenschap zelf pleegt. Iemand zou willen betogen, toch? Zeg, kijk, liever had je die koers vastgehouden op een bepaald niveau. Maar als je die koers fixeert op een bepaald niveau, moet je hem ook kunnen verdedigen op dat niveau. Dan moet je een enorme reserve hebben om, weet je, om elke aanval op die vaste wisselkoers te kunnen weerslaan. Of om zelfs zo'n aanval te ontmoedigen. Kijk, als je een 3,35 wisselkoers hebt en je hebt 20 miljard aan monetaire reserves, zal niemand het durven om een aanval te doen op die koers. Omdat wanneer hij of zij dat doet en hoger gaat inkopen, dan kan de centrale bank met gemak $100 miljoen op die markt gooien en weg is de winst die men dacht te maken. Weet u, nu hebben we dus niet die luxe, maar wat wij doen is via monetaire maatregelen te proberen om de zaak stil te houden. Ons streven is om die koers echt ergens stabiel te krijgen. En vanaf dat punt uit kunnen we verder werken aan stabiliseren van de economie en het prijsspel. Maar wat de gemeenschap echt interesseert, wat is stabiel? Op welk niveau? Dus, ik kan u geen niveau noemen op dit moment. Ik denk zelf, en dat is luidopdenkend, maar dat is de indruk die mijn staf ook heeft. En dat is de indruk die de bankiers hebben, het bedrijfsleven heeft, en de wisselkantoren, het platform. Is dat er op dit moment in de koers lucht zit. En die lucht kan eruit. Maar nogmaals, om de lucht eruit te krijgen, moet de gemeenschap meewerken. En de mogelijkheid bestaat wel dat die gaat dalen. Ja, kijk, als lucht eruit gaat, gaat die dalen. Ja, ik wil geen niveau noemen. Ik weet niet of 5 haalbaar is. Oh, misschien is het een beetje utopistisch. Misschien. Maar ja, voor ons is van belang stabiliteit. Als we ergens tot rust kunnen brengen, dan zijn we uit het vraagstuk. En dan kunnen we verder opbouwen aan stabiliteit verder in de economie. En dan kan ieder weer plannen en vooruit kijken. Dus samenvattend, u zegt, de internationale monetaire reserves van de centrale bank, die vertonen nu een stijgende lijn. Ja. En u zal die lijn in blijven houden. Ja, wat ik zei is dat wij bezig zijn op te bouwen. Wij voegen steeds eraan toe. En, maar tegelijkertijd moeten we onze internationale verplichtingen nakomen. Toch, als ik zo eigenlijk zou ik kunnen claimen dat ze stegen. Hè? Maar dan zou men zeggen van ja, kijk, je bent een leugenaar. Want als ik vergelijk de vorige maand met nu, dan zie ik dat ze juist gedropt zijn met 19 miljoen. En ik zeg, ja,
wij hebben schuldverplichtingen nagekomen en we zullen maandelijks onze schuldverplichtingen nakomen. Maar wat u gaat zien, als u dus over de cijfers in detail zou beschikken, is dat we elke maand toevoegen. Elke maand toevoegen aan onze reserves. En het moment waarop de internationale marktomstandigheden ons gunstiger gezind zijn, dan zal de toevoeging veel sneller gaan dan de afname. Nou, dus er zit licht in de tunnel. Natuurlijk. Ik blijf optimistisch. En ik blijf niet optimistisch omdat ik optimistisch wil zijn. Ik blijf optimistisch omdat ik weet waaraan wij werken. Ik weet ook waaraan de staat werkt. En ik denk dat we vertrouwen moeten hebben in elkaar als gemeenschap. En dat we met elkaar moeten samenwerken. Dan komen we er wel. Dan komen we er echt wel. Kijk, we zitten nu aan het eind van het derde kwartaal van het jaar. Er zijn nog maar een paar weken te gaan. Je moet december niet echt meetellen. Internationaal is het gebruik dat men tegen het eind van het derde kwartaal vertelt wat er gebeurd is in praktisch het afgelopen jaar en wat men denkt dat er zal gebeuren in de nabije toekomst. Dus ik vind het daarom ook prettig dat ik vandaag dit met u heb mogen delen. Graag gedaan. Tot zover dan het exclusief interview dat onze nieuwsdienst had met de governor van de Centrale Bank, de heer Glenn Gersie. U heeft hem gehoord. De monetaire reserves worden opgebouwd. Dat gebeurt geleidelijk aan. Maar waar hij vooral het over heeft gehad, is ons gedrag. Wij moeten ons asociaal gedrag achterwege laten. Want willen wij voor elke dollar of euro dat we hebben het uiterste, dan zal dat ook niet maken dat de koers omlaag gaat. De governor die is realistisch en hij zegt, hij weet niet of de koers stabiel zal worden op 5 SRD. Maar in elk geval zal het niet verder stijgen en wij met z'n allen kunnen daaraan werken. Dus laten we ervoor gaan en ons asociaal gedrag achterwege laten. Goedenavond.